Hallo allemaal! Wij zijn de Nagelkerkjes. Maar dit is Bakflix, dus leuk dat jullie kijken naar deze Bakflix video van vandaag. Flor heeft al twee keer Squid Game koekjes gemaakt. En twee keer als aan laten branden en mislukt. Dus ze mag daar niet meer van, het is ook heel gevaarlijk. Dus ik ga het samen met Flor maken, we hebben er heel veel zin in. Ja. Heel leuk. We gaan het laten zien dat het moet. We beginnen met een pan. Die zetten we op de weegschaal. En we gaan er best wel veel maken, dus daar doen we 200 gram suiker in. Oh, dat is al te veel. Nou, hier ligt gelukkig een klontje. Gewone standaard suiker. En die zetten we op een klein pitje, klein vuurtje. Staat hij hoog, maar je zet hem gewoon heel klein. En de suiker die smelt nou heel langzaam. Ik heb baking soda klaarstaan. Daar gaan we afgestreken theelepeltjes op doen. Zo, vier. Vier zulke theelepeltjes gaan er al. En we moeten nou gewoon heel rustig wachten totdat het gesmolten is. Dus je gaat er eigenlijk karamelliseren. Laag vuur, is het net gekarameliseerd. Gooi je de baking soda erbij. Dan roer je even goed door en dan gaan we het op het bakpapier leggen. We hebben hier bakpapier hebben we al klaar liggen. We hebben de vormpjes al klaar liggen. En we hebben iets klaar liggen om het zo meteen plat te drukken. Dus alles staat klaar. Dat is heel belangrijk. En Flor, hoe gaat het? Het duurt lang. Ja. Ze staat hier net en zegt het duurt lang. Maar dat is juist de truc. Wat nou? Wordt alle suiker homogeen warm. En als je het op een hoog vuur doet, dan krijg je in het midden dat het al heel ver gaat en je moet er niet in roeren. Ik zie best wel wat filmpjes en daar roeren ze erin. En je moet gewoon niet roeren. Zo maakten wij op de bakkerschool, maak ik 25 jaar geleden al zo karamel. Maar dan doe je dat afblussen met room. Dus dan heb je ook, dat is ook heel lekker al. Dan moet je er gewoon room of boter bij doen. Dan heb je heel lekkere karamel. En nou doen we de baking soda bij en dan wordt het eigenlijk een beetje brokkelige karamel. Eline kwam ook al, jouw recept is te veel. Dus wij gaan misschien het recept even aanpassen. Dus we starten gewoon even met een klein afgestreken theelepeltje en we kijken wat het doet. Die gaat Flor er straks bij doen, hè? Als het moment er is. Hè? Nou staan we alweer een minuut te kletsen. En kijk, er gebeurt nog steeds niks, maar... Het zal zo gaan gebeuren. Nu gaat hij beginnen. Je ziet daar al een licht plekje ontstaan. Ja, je ziet er nu heel goed. Je moet gewoon geduld hebben. Mooi is dat, hè? Dat de natuur zoiets doet, hè? Hè? Floortje? De natuur. Ja. De pan, ja. Dat is toch mooi. Het is een natuurlijk proces. Die suiker verwarmt. Kijk, en dan begint de suiker te smelten. Ik ben alleen hier bezig, omdat hier minder suiker ligt. Ja, dat kan. Iets warmer. Kijk, hier wil er eentje roeren. Is helemaal niet nodig. Leuk, hè? Maar waarvoor heb je deze dan? Om zo de dingen, dus de baking soda door te roeren. Ja, je moet dan geen plastic pakken, want het is heel warm. En plastic gaat smelten. En we zijn nu, kijk, zie je dat het donker is? Ja, we zijn nu bij het moment, gooi jouw baking soda er maar bij. Ik zet de gas uit. Gooi jouw lepeltje er maar bij. En dan gaan we door. Ja, kijk, en je ziet, het is echt één afgestreken theelepeltje. En dat is eigenlijk gewoon genoeg. Want hij slaat mooi weer het uit. Minder dan je dacht, hè? Ja. Er zit zoveel suiker. Ja, het is echt genoeg baking soda. Gewoon echt een afgestreept theelepeltje. Dan blijft die mooi glad. En anders dan... wordt die heel bobbelig. Het wordt echt een honeycomb, zoals ze dat noemen. Kijk, en nou gaan we het gevaarlijkste doen. Dus dat mogen kinderen echt niet alleen doen. Ja, een velletje erop.
Velletje erop. Ja, en een plat drukken. Nog platter, denk ik. En dan... Ja, Eline. Kijk, nou gaan we er even die drie achter elkaar doen. De suiker wordt nu al hard, dus je moet heel snel werken, zie je wel. Kijk, hier lukt niet meer. Dan doe ik mijn pan gelijk onder het water, zodat hij nog warm is. Kijk, de suiker er goed eraf. En de laatste twee. En het zout ook lekker. Nog een sterk. Ja, en een hartje. Ik vind een hartje wel heel leuk. Kijk, dan gaan we de eerste gaan we kijken. Ik heb iets te zacht. Ik heb iets te zacht het stekertje erin gedrukt bij de eerste. En daarna ben ik wel harder gaan drukken. Wat u? Dat je het niet echt goed ziet. Je ziet het niet heel goed. Maar ik denk dat hij wel lekker is. We moeten met het stekertje moeten we nog iets harder drukken. Scherpe kant. Deze is nog een beetje warm. Nou, we gaan hem gewoon nog een keer maken. Tweede kans. De eerste waren, zijn heel lekker. Maar ze kunnen nog beter. We beginnen iets eerder met de baking soda. Dus Floortje is nu de baking soda aanpakken. En kijk, je ziet nog net een beetje witte suiker. Maar goed, ik zet de gas nu uit. Want de warmte van de pan die blijft toch doorgaan. En Floortje, kom maar met jouw baking soda. We doen nog iets minder dan daarnet. Dus het is echt maar een... zal het even wegen? Ja, kijk, hier zet ik de pan even op de weegschaal. Ik denk dat het nog geen gram is. Tara. Oh, ga ik er de pan aan, denk ik. Ja, gooi het er maar op. Ja, het is nog geen gram. Het is echt helemaal niks. Wat we deze keer ook anders doen, is dat we het gewoon eerst eventjes allemaal uitgieten. Met de scherpe kant, heel goed aandrukken. Gescheurd. Oh, is hij daar gescheurd? Leuk, hè? Ja. Bakken is zo leuk. Ja, Eline heeft geen geduld. Even geduld hebben totdat ze afgekoeld zijn. Ja. Ja. Wauw. Kun je hier ook nog even steken? Andersom. Maar ik weet alleen niet welke dit zijn hartje. Moet je wel precies steken? Nee, echt niet. Ze zijn al hard. Ja. Dus nu komt de onthulling. Nog niet heel hard hoor. Ja, deze zijn al wel mooier. We gaan de goede kant op, nou draaien we. Waar zijn de koekjes van net? Nog even wachten. Daar. De koekjes van net hebben we daar verstopt. En ze zijn nog warm, dus we wachten nog heel even. En deze zijn heel mooi. De hartjes zijn minst hard aangedrukt, maar ik deed ook de hartjes. Had jij de hartjes aangedrukt? Ik vind het hele leuke koekjes. Heel leuk om te maken. Wel gevaarlijk? Wel gevaarlijk voor kinderen. We gaan een van de twee kijken. We hebben hier een kapotte. Die gaan wij proeven voor jullie. Dat we kunnen zeggen waar het naar smaakt. En deze, die gaan wij zo meteen het spelletje doen thuis met een paar kinderen. Maar daar kom ik in de gewone vlog. Kunnen we hier niet ook even eentje van proeven? Het zijn hetzelfde. Jij mag niet deze proeven. Je
Eline wil het ook proeven. Eline wil alles meenemen. Het is echt heel lekker. Nou. Ik heb het 2 jaar geleden of zo ook gemaakt. Dan hebben we een honeycomb gemaakt. Ja. En dat is, dan doe je ze niet plat drukken. Ook in een bakflex. En dan laat je dan los eigenlijk, zeg maar. En dat in ziet eruit als een honingraad. Ja. Ja. En dan kan je nog in chocola. Een beetje als een bros, alleen dan van karamel. Ook heel lekker. Dan moet je door de chocola halen. Dit ook als je doet chocola. Ja. Oh, heerlijk. Bedankt voor het kijken naar deze bakflex video van vandaag. Volgende week zijn we er weer en we hopen dat je abonneert. Houdoe!